De winnaars van de Gouden Spikes zijn dus Lieve Slegers en Patrick Stevens. Rechtstreeks van op het Brusselse stadhuis een gesprek met de laureaten. Je kent mij eerst tot Lieve Slegers. Lieve Slegers, dit is ook een beetje de prijs van de wilskracht, hè? Ja, nu met de lange stilliggen 89 heb ik dan een doorzetting gekregen. Met de steun van Yves de Meulemeester en heb ik dan een zekere prestatie neergezet op een 5000 Belgisch record. Was het moeilijk die terugkeer? Ja, met veel inzet hebben wij, dus Yves de Meulemeester en ik, hard getraind. Aanpassingen van trainingen en tegenover vroeger. Dus het is toch wel de moeite waard geweest. Patrick Stevens, volgend seizoen moet voor jou het seizoen worden van de definitieve internationale doorbraak. Wat stel je jezelf daarbij voor? Ja, ik probeer me eerst te kwalificeren volgend jaar voor de wereldkampioenschappen. En daar hoop ik dan op zijn minst dus de halve finale te bereiken. Op welk nummer, dat is van geen belang. Dus 100 of 200 meter blijft voor mij hetzelfde. Ik denk wel persoonlijk dat ik het meeste kans zal hebben op de 200 meter. En dan, ik zal wel zien welke tijd ik zal lopen. Maar dus de wereldkampioenschappen, dat blijft het voornaamste. Je hebt erg veel over voor je sport. Je gaat bijvoorbeeld geregeld naar Californië om daar te trainen met Don Quarry, een gewezen Jamaicaanse toploper. Ja, dat klopt. Dus samen met mijn trainer hier in België, Christophe Delecluze, gaan we regelmatig naar Californië op stage. En het is ook mede dankzij die stages dus dat ik die internationale doorbraak kan forceren eigenlijk. Dus, want anders is het heel moeilijk, denk ik. Ik moest hier in België blijven. Bedankt beiden. Ik schakel weer over naar Bavo Klaas. Bedankt Ivan Sonck. Het was verrassend glad vanochtend. Hoe wordt dat vannacht en morgen vroeg? Michel de Meijer. Glibberige toestanden vandaag en ook vanavond en vannacht blijft het nog uitkijken. Tussen een lage drukgebied over Scandinavië en een hoge drukgebied ten westen van de Britse eilanden kwamen wat dikkere wolken binnendrijven. En dat geeft samen met de nog koude lucht over ons die mengeling van motregen en lichte sneeuw. Veel valt er niet uit, maar toch genoeg voor een flinke schuiver. Heel dat systeem trekt maar traag weg. Morgen krijgen we misschien een kleine opklaring. Vrijdag komt dit regengebied over ons en dat met veel regen, veel wind en zachtere lucht. En daarmee is het voorlopig gedaan met de winter. Vannacht betrokken, grijs en nevelig weer met af en toe wat regen of smeltende sneeuw in het westen van het land en wat sneeuw in het centrum en Ardennen. Minder koud, alleen in het oosten blijft het vriezen. Ook morgen meestal veel bewolking met regen en winterse buien en sneeuwbuien in Ardennen. Misschien een beetje zon in het westen van het land. Het wordt zachter, temperaturen van min 1 in de Ardense hoogten tot 4 graden aan de kust. Er komt geleidelijk meer wind en vanaf vrijdag wordt het stormachtig met veel regen en veel zachtere temperaturen. Daarmee lijkt een witte kerst weer eens niet voor dit jaar. Door de IJssel zijn vanmorgen een groot aantal ongelukken gebeurd. OVAM wordt teruggebracht tot een louter studiebureau. En uit bewijsmateriaal verzameld door Amnesty International blijkt dat het Iraakse leger in Kuwait mensen gevangen zet, ombrengt en op een onmeedogende manier foltert. Dat waren de hoofdpunten in ons 7:30 journaal, dames en heren. Meer nieuws in onze uitzending vandaag, straks rond 10:30. Ik wens u nog een mooie avond. Donderdag 27 december om 7:50 op TV1, Tura Lura, u aangeboden door Bouwknecht, ASLK en Humo. De afgelopen weken werden in de 5 Vlaamse provincies de preselecties gehouden van Hit 91, Vlaanderen's grootste talentenjacht. 15 kandidaten dingen op 5 januari mee naar de hoofdprijs van 1 miljoen frank. U kan er ook bij zijn in de Elisabethzaal in Antwerpen of als kijker op TV1. Hit 91, zaterdag 5 januari om 20 uur. Reserveren kan u op 03 440 31 67. Zondag in Ninove, de vierde wedstrijd om de ASLK Cross Cup, tegelijk de tweede wedstrijd in het wereldveldlooptoernooi van de Internationale Atletiek Federatie. De BRT zendt de cross van Ninove rechtstreeks uit, zondag van 5:30 af.
Goedenavond. Ah, Walter. Zeg. Zeg. Je hebt toch geen journalisten meegebracht, zeker? Ja, hij laat die maar weg, want... Walter, wil je geloven dat ik kan vergeten ben wanneer ik je opgevolgd heb? Ik weet het ook niet meer. Allee toch. Denk eens even na. Ah, voilà. 8:00. Pas die TV 2. Het is sportjaaroverzicht op de BRT. En die zullen toch nog wel weten wanneer dat juist was. Ik hoop het, ik hoop het. Hé, hey, John, dat mijn poepen is. Dat weet ik nu. Ah ja, Walter. Zeg, er zal van u toch geen poep gemokt zijn, zeker? Nee, natuurlijk niet. Miljaar! Ze zullen van mij toch geen poep gemokt hebben, zeker? Op tweede kerstdag, 26 december om 8:00 op TV 2 presenteert het Mechel Stadspoppentheater het sportjaaroverzicht 1990 in samenwerking met Reebok. Een goede avond, dames en heren. Welkom bij TV 2 voor een hele avond sport. En daarvoor zorgt onze sportredactie met Louis de Pelsmaker in Studio 1. Ieder weekend. Voetbal emotie. Voetbal passie. Met z'n allen naar het stadion. Voetbal een feest. Goedenavond. Deze sportavond van 19 december wordt de laatste van 1990 in de klassieke snit. Volgende week, 26 december, wordt immers het jaaroverzicht van de BRT-televisie sportredactie uitgezonden. En dit dan in samenwerking met het Mechels Stadspoppentheater. Vanavond wordt de sportavond gedragen door twee onderwerpen. Pronto Belgio, of het wedervaren van de Rode Duivels op de Mondiale. En omstreeks 9:50 de Hardcross van Antwerpen. Voorop eerst de actualiteit met de toekenning van de Gouden Spikes, dat zijn de atletiekonderscheidingen van het seizoen. Bij de mannen is spurter Patrick Stevens de laureaat, bij de vrouwen is het Lieve Slegers. Hier een korte kennismaking met de twee laureaten. Op de Ivo van Damme Memorial ging ze aardig mee met een aantal gereputeerde loopsters zoals Patty Sue Plummer. Enkele weken later was ze 10e op de 10 kilometer van de Europese kampioenschappen in Split. Lieve Slegers dus. Maar haar knapste prestatie leverde Slegers begin juli toen ze op de nacht van de atletiek in Hechtel in het spoor van de Amerikaanse Annette Hente Pieters 15:27:10 liep op de 5 kilometer een Belgisch record en de 13e wereldjaarprestatie. Slegers is 25, woont in Arendonk en is lid van de grootste en sterkste club van het land, atletiekvereniging Toekomst. Bij de mannen gaat de gouden spike naar Patrick Stevens die in dit referendum onder meer William van Dijk vooraf gaat. Stevens dankt deze onderscheiding aan zijn resultaten op de Europese kampioenschappen. Hij was er halve finalist op de 100 meter en zevende in de 200 meter. Stevens komt uit Limburg, hij is bijna 23 en aankomend licentiaat economische wetenschappen. De Gouden Spikes 1990, Patrick Stevens en Lieve Slegers. En vanmiddag is er in Valletta op Malta gevoetbald voor het Europees kampioenschap 1992. Nederland won met 0-8. Van Basten scoorde 5 keer en begon met een kristalheldere hattrick. Zo komt Nederland aan de leiding in groep 6 met 4-3. Portugal is tweede, maar heeft nog een wedstrijd te goed. Op naar de beelden nu met Pronto Belgio. Dat is een uitgebreid beeldoverzicht van het verblijf van de Rode Duivels in Italia Novanta. De Mondiale was niet alleen een hoogtepunt voor het Belgisch voetbal, maar ook voor de BRT-televisie sportredactie. De kijkcijfers van het Mondiale-programma bereikten een nooit geziene piek. Iets waarin presentator Mark Uiterhoeven vanzelfsprekend een groot aandeel heeft gehad.
Dat leverde hem deze week de H van Humo op. Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag. Vijfde dag van de Mondiale. En de vijfde dag schiep God aan de ene kant de Zuid-Koreanen en aan de andere kant de Belgen. Waarom ging die nooit veranderd? Waarom koos men Guy? Zijn diplomatie. Dames en heren, over 10 jaar zullen we er eens goed om lachen. Maar nu is het ons een eer en een groot genoegen de H van Humo 1990 te overhandigen aan Mark Uiterhoeven. Want hij is er en hij mag weer mee op reis. Hij valt op stoel. Hoe moeten we de aanwezigheid van Eddy Groenwals hier interpreteren? Beseft hij dat ik vanaf volgende week de sportshow zal presenteren met Marlijne? Met andere woorden, zal ik iets gaan doen of zal ik niets gaan doen? Philippe Albert ook niet. Die twee, dat zijn twee walen, de rekening is klaar. En dus verdwijnt de wilde voor de waal, Gilbert Baudard. Waarom... Wel nu, en ik ben geloof ik goed geplaatst om dat te zeggen. Bij Humo vinden ze werkelijk alles goed. Ik dank u voor uw 100.000 frank. En nog eens bravo aan Mark Uiterhoeven. Een van de onderdelen van het Mondiale programma was Pronto Belgio, waarin de belevenissen van de Rode Duivels in Italië aan bod kwamen. Dat met het leven in het hotel Villa Quaranta, de dagelijkse nieuwtjes, de zenuwen voor en de reacties na de matchen en de wedstrijden zelf. We draaien de klok 6 maanden terug tot 7 juni 1990, de dag voor de Mondiale begon voor de Rode Duivels en ook voor Karl Huijbrechts. Wanneer je naar Italië rijdt door een of andere Alpentunnel, die van de Mont Blanc bijvoorbeeld, zie je na een lange donkere rit eindelijk het licht in de verte. Je denkt, we duiken Bella Italia binnen, maar dat valt eerst dik tegen. Mastodonten komen je tegemoet. Je moet onmiddellijk rechtsaf tussen het beton. Je ziet wat metalen constructies en een douanegebouwtje. En achter je tussen de containers gluurt het Mont Blanc massief. Maar na wat bochtjes lag de Groene Vallei richting Aosta. En een paar 100 kilometer verder ligt Milaan. En daar begint het allemaal. Het vernieuwde heiligdom San Siro is pas klaar. Kostprijs 4 miljard Belgische frank. 2,5 miljard meer dan verwacht. De totale renovatiekosten voor de 12 mondiale stadions belopen 33 miljard frank. Bijna 3 maal meer dan de afgesproken prijs. Zo'n 10.000 journalisten en technici schuiven de jongste dagen aan om de nodige pages op te halen. Milaan is net als de andere grote Italiaanse steden nog lang niet helemaal klaar voor de Mondiale. Maar de voetbalpassie laait er niet minder hoog om op. Zelfs modekoningen als Gianfranco Ferré en Valentino schromen zich niet hun naam aan het voetbal te lenen. Zij verzorgen morgen een echte modeshow tijdens de openingsceremonie. Waar men hier ook kijkt, het voetbal, het calcio, beheerst het leven. Zelfs Verdi en de Scala moeten eraan geloven. Tijdens de Mondiale-opening wordt Nabucco rechtstreeks vanuit deze muziektempel in de show ingelast. Milaan, de voetbalgoden zijn er gek of zijn de goden er voetbalgek? Zelfs Gianni Bugno, de nieuwe wielersuperster, had de Giro beter op een ander moment gewonnen. Rond de Dom stromen de supporters uit alle landen en windrichtingen toe. Maravilhosa, é o cu do meu Brasil. Viva o Brasil! Itália! Itália! Yes, USA! USA 0, Czechoslovakia 0! Now, one zero! Is die bellen? Is die bellen? Weer van Holland! En wie kunnen we hebben? Wie is die Roosje? Dat is een pil! Oh,
Zelfs België, alleen voor de openingsmatch? Ja, voor de openingsmatch. Dus is één dag reis of wat? Drie dagen. Drie dagen met een groep, 40 mensen. En wij gaan morgen gewoon terug naar België. En je reist dus niet door naar Verona? Nee. Volgende week komen we terug. Vous allez au match cet après-midi. Ouais. 1-0, hein, on va pas en mettre beaucoup. Hein. Sur la Belgique il y a 8 ans. Exactement, ouais. Voilà. Un petit but, deuxième mi-temps. Vous avez des chances? Comment on a des chances? Demandez si le Cameroun a des chances, si l'Argentine a des chances. L'Argentine n'a pas un bon goal et on a des meilleurs attaquants et ils n'ont que Maradona qui joue. Ils n'ont que Maradona. Donc nous le bloquons et ils ont un goal nul et on marque. Qui va jouer sur Maradona? Ça, c'est une surprise. Pas, c'est une surprise. Maradona va être très content à la fin du match. U hoort Un'estate Italiana, het lied van de Mondiale van Benato en Nannini. De openingsceremonie wordt bekeken door 800 miljoen televisiekijkers en duurt 20 minuten. Mode en muziek en 160 prachtige mannequins. Valentino kleedde ze in het rood voor het Amerikaanse continent. Missoni kleedde Afrika aan. Mila Schön zorgde voor Azië. En Gianfranco Ferré het groen voor Europa. En Fede. Pompidou onder druk. Nu kan het erin zitten. Maradona doet het aan Rapgang, Caniggia. Die gaan ze pakken, denk ik. Het plat is al gebeurd. Kaart. En rood. Voilà. Als de... Je kan je indenken, ik heb het gezegd. Ja, het zal niet te laat zijn. En als... Akje van Makanaki. En daar is hij weer. Oh man, zie ik. Pompidou, zijn regering is gevallen. En op welke manier, op een belachelijke manier. Ah, wist het toch. Sensationele opening. Makanaki. Kijk, niemand die meegaat. En dan verandert, en dan Pompidou. Als een begingeling, als een kadet dat doet, mag hij de volgende 4 maanden niet meer meespelen, kijk eens. Mispakt zich helemaal, Caniggia, en even wat ruimte. Caniggia, dat kan zijn. Oeh la la, dat is het einde van Massing, denk ik. Voilà, ja. Hij wist het. Ja, nu wil iedereen dat er afgesloten wordt. Behalve de Argentijnen. En dat gebeurt. En we hebben de eerste verrassing. De jongens kwamen pas toe om 2:30.
3 in Verona en om 4:30 moest dit verslag al doorgestraald worden vanuit Verona. Alles was in gereedheid gebracht, alles stond klaar om onze jongens in de beste omstandigheden te verwelkomen. Ze kwamen dan ook vrolijk de trappen af van het toestel. Bondsvoorzitter Michel Doge op kop, hij werd verwelkomd door de plaatselijke autoriteiten. En dan onze sterren, een paar met sterallure zelfs. En Michel Prudhomme en vedette. Prudhomme geflankeerd door een andere vedette uit een andere branche. Een honderdtal supporters waren er ook meegekomen. En dan de bus in. Het was slecht weer vanmorgen in Verona, maar met de Rode Duivels brak ook de zon door. Iets speciaals te melden van onderweg? Niks. Heb je kaart in het vliegtuig? Nee. Het was maar een uurtje gegeten en een krantje gelezen. Oké. Doe een minuut, Erik. Voilà, sempre bene Italiaan. Si, un po' si. Iets speciaals te melden van onderweg? Nee, we hebben een rustige, lekkere rug gehad. En dan moeten we het minder aangename gedeelte gaan verwerken. Dus de accreditatie en alles. Dat hoop ik dat we dan nu eens kunnen gaan uitlopen straks. Ja. Iemand speciaal opgevallen in de ploeg vandaag om een of andere stommiteit of zo? Nee, iedereen had zijn schoenen bij. Dus, iedereen zijn paspoort bij en zo. Iedereen kan aan de bak vanavond. Ja. Zijn er mannen waar je speciaal moet op letten dat dat soort dingen altijd in orde is? Die... Ja, Geres vooral. En dan de bus in, een bus waar ze hier een drietal weken mee zullen rondrijden, hopelijk 4. Niet gekaart zijn van de rest, maar de Waaltjes kaarten altijd en overal. De plaatselijke Flor Konings, wat graag dus op de buis, die leidt de escorte. En dan een tiental minuutjes bussen naar het stadion in Verona, het Bentegodi Stadion. Weinig volk langs de baan onderweg. Bruno Versavel als eerste uit de bus bij het Bentegodi Stadion. En dan de andere. Daar zit een Schifo. Ze moesten allemaal naar het perscentrum, het Centro Stampa. Want ook de spelers moeten zo'n speciaal pasje hebben, anders kunnen ze niet eens het veld op. En er zijn er bij die dat niet echt met volle goesting doen. Hoe dan ook, de Mondiale kan nu echt beginnen, want de Belgen zijn er, Gitijs is er en misschien een goed voorteken, Gitijs is aan de frisdrank. Tien uur vanmorgen in het lieflijke Pescantina. Het dorpje ligt op een kwartier rijden van Verona en de Rode Duivels trainen er op het lokale voetbalveld. Het is al erg warm. Wij zouden graag tijdens deze Mondiale elk etmaal een Rode Duivel uitroepen tot Belg van de dag. Een jongen die is opgevallen door een sterke prestatie, een stoute uitspraak, een flater, een vriendelijk gebaar of iets van die aard. Vandaag laten we de keuze van de Belg van de dag over aan de Italiaanse kinderen die naar de training komen kijken. Zie je hem, Katje Prudhomme? Oké. Prudhomme. Prudhomme? Een autograaf de Prudhomme. Vous pourrez? Vengono. Si. Tu pourrais dédicer à Mathias. Toch de populairste rode duivel, Michel.
Dat weet ik Mathia. Niet. Ja. Waarin heb je dit nu te danken, denk ik? Ik denk alleen aan de, meer speciaal aan de prestatie met Gary Mechelen in de Europa Cup. Dus zeker als we hier in Italië komen spelen, dus mensen leren me kennen een beetje. Ja. Wat? Per Simone. Was je zelf ook zoals als kind? Ik was meer verlegen. Ah, ja. Je durfde het? Nee, eigenlijk kom ik training kijken van Sardar bijvoorbeeld. En, niks zeggen, gewoon kijken en vol admiraties. Nou, Jean-Nicolas. Ciao en Christian Pion. Pardon. Vous parlez français? Oui, merci. Toi aussi? Oui, merci. Ciao. Gisteren had de bondscoach een groep al ingelicht over zijn selectie voor dinsdag. En na de training maakte Guy Thijs op een persconferentie zijn ploeg bekend die overmorgen aan de wedstrijd tegen Zuid-Korea begint. Verdam, Gerrit, Kleisters, De Mol, De Wolf, Van der Elst, Emmers, Schifo, De Grieze, Versavel en Van der Linden. De keuze van het centrale duo, daar is al veel inkt over gevloeid, er is al veel over gepraat. Wel, er is zeker veel over gepraat en dan moet u het volgende toch kunnen bedenken. De eerste wedstrijd tegen Roemenië, een vriendschappelijke wedstrijd, ben ik begonnen met het duo Kleisters-De Mol. Wat voor mij persoonlijk betekende dat het mijn eerste keuze was. Ik heb dan ook enkele andere proeven gedaan. Maarten Langelaars toch opteert voor dat duo. Ten eerste omdat het wedstrijd is tegen Korea en dat ik voor de offensievere lans van de twee sterkste genomen heb. Maar dat er alleszins met de spelers al gepraat is en nog zal gepraat worden om corrigeren. Ten eerste dat Frankie van der Elst door de positie van Emmers en Versavel niet te veel op de flanken zal moeten gaan dekken. En langs die kant dat er vermeden zal worden dat ze bal op de voet op onze centrale verdedigers zullen komen. En ten tweede zeer rechte lichtlijnen. Het is De Mol op stopper en het is Kleisters als libero. Ik wil altijd in dekking met Stefan. Er wordt al gezegd van ja, het is natuurlijk weer de diplomaat Guy Thijs die de keuze heeft gemaakt. Wel, ik denk dat dat er niets mee te maken heeft. Ik heb geopteerd voor de match tegen Korea voor de twee beste. Ik weet niet, ik was in feite gerust omdat ik altijd gedacht heb dus dat ik zou spelen. Ik had dat gehoopt in feite, dus en ook een beetje gedacht. En dus was ik er redelijk gerust in. Gerust, ik wist nooit of ik ging spelen natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik op die leeftijd mij nog echt druk kan maken over allemaal zaken. Dus over zaken dus of ik ga spelen of niet. Ik zat er dus wel over na te denken van welke mogelijkheden dat allemaal waren. En die werden dus ook uitvoerig in de pers beschreven. Ja. Ik was dus niet te min blij dus dat ik mocht spelen. Ja. Maar had jij gedacht dat de keuze zou zijn? Ik had gedacht dat ik en George zouden spelen, maar dus nu is het anders en we gaan ons best doen. Dus we zijn hier om de mondialen te spelen, dat is heel belangrijk. En dus we gaan 100% inzet vertonen omdat het zou lukken. Ik ging er toch vanuit dat Kleisters De Mol ging spelen, ja. Omdat, die twee? Ik ging er wel uit, ja. Omdat ik dus dacht dat de wedstrijd van Roemenië de eerste helft zeker goed was. Ja. En dat men daar, en zeker omdat ik dus ook al verschillende wedstrijden met De Mol gespeeld heb. Wat? Ik vind gewoon die test, eerlijk gezegd, een beetje overbodig. Omdat dat we niet meer moeten bewijzen dat we allebei als libero ons streng kunnen trekken. En dat De Mol, of dat Groen en Albert dus ook uitstekende voorstoppers zijn. Ik geloof niet dat daar nog wel veel over moet bewezen worden. Wel, ik denk inderdaad, wij hebben gisteren voor onze namiddagtraining de ontleding gedaan van de Koreaanse ploeg. Wij hebben dan een wedstrijdje gespeeld van een 40-tal minuten met 22 spelers. Waarbij ik gevraagd had aan degene die ze dus niet aan de wedstrijd beginnen van in functie van Korea te spelen met de veldbezetting die ik van Korea verwacht. Ik heb niets aan lof voor de manier waarop dat die spelers die toch een beetje teleurgesteld zijn, dat ze geen titularis zijn, dat gedaan hebben. En ik voel ook vanmorgen, het is een losse morgen geweest, zonder training, zonder verplichting. Er is wat getennist, wat gepingpongd, wat gekaart, wat gebiljard geweest. Maar ik voel wel dat de spelers naar de wedstrijd toe groeien. Wij gaan nu
om 5 uur nog kennis maken met het stadion voor morgen en dan zitten we volledig in de stress van de wedstrijd. Is de meest teleurgestelde van allemaal niet Jan Keulemans? Wel, ik denk dat Jan er al een beetje over is, vermits dat het met Jan al enkele weken bezig is, al lang uitgepraat. Ik denk ook, misschien terecht, dat George Grün teleurgesteld is, omdat dat toch ook een kapitein van Anderlecht in de 40 interlandse, dus dat moet ook zwaar aankomen, maar ja, het is nu eenmaal zo. Non, je comprends pas très bien. Il m'a expliqué que bon, le match contre la Pologne et le Mexique, les tests dans l'axe central, bon, n'a rien apporté de positif pour lui, alors qu'il se retournait vers la défense qui a commencé contre la Roumanie en première mi-temps. Mais alors qu'il fasse un choix directement et qu'il continue la préparation avec cet axe central-là, je crois que ça aurait été mieux pour le groupe. Enfin, ça c'est la décision que lui a prise. Maar misschien ben je dan super gemotiveerd bij de volgende opstelling. Nee, kom op Mexico. Wel bedankt, George. We gaan direct door met Jan Keulemans. Die is degene, denk ik, aan wiens gezicht je het meest kan zien dat hij niet graag vraag is. Jan, je kan dat moeilijk wegsteken. Ja, ik ben dus vreed ontgoocheld geweest. Nu is het al een klein beetje beter. Maar ja, dan de journalisten komen en weer altijd diezelfde vragen. Ja. Dan begint je er dus weer over na te denken en zo. Ja. Vind je zelf ook dat het afgelopen seizoen een seizoen is geweest waardoor het gerechtvaardigd is dat Keulemans bij dit belangrijke toernooi niet in de basis begint? Nee, dat vind ik niet. Dus dat je dus met Doug dus kampioen speelt. Dus 15 goals maakt. En dus op een vrij redelijk niveau speelt, maar wat dat dus door vele mensen ontkend is. Speelt dus een heel andere functie. Niet meer ballen gaan halen en altijd dus naar voren mee lopen en zo. Dat valt dus niet zo op bij vele mensen. Maar ik dacht dus met de manier waar ik dan gespeeld heb, dat het dus vrij nuttig was voor de ploeg. En dus ja, nogmaals 15 goals maken, dat is toch niet zo heel slecht, denk ik. Nee, inderdaad, dat is niet slecht. Waardoor komt het dan, denk je? Omdat waarom dus, heeft Thijs die keuze gemaakt? Waarom? Omdat hij dus gewoon met Enzo en Mark wou doorgaan. Zo simpel is dat eigenlijk. Verjonging? Verjonging, dat kan misschien terecht zijn, maar dan had ik het op een heel andere manier verwacht. Dat hij dus ook eerlijk tegen mij zou gezegd hebben. Ja. En dat is spijtig nog niet gebeurd. Is er iets gebroken nu tussen jou en Thijs? Dat mij betreft wel, ja. Dus ik blijf nu zo positief mogelijk. Dus ik kan ook hier niks speciaal doen. Dus. Maar ik denk dat het dus te begrijpen is dat er tussen ons iets gebroken is. Ja. Niet zozeer omdat ik niet speel, maar dus de manier waarop het gebeurd is. Dat is je nooit eerder overkomen? Nee, dus het is... Ik bedoel dat je dat soort vertrouwen plots voelt wegvallen. Nee, dat had ik dus ook niet verwacht. Dat ik dus 10 jaar samenwerk met iemand. Dan had ik het dus eerlijk gezegd een beetje anders verwacht. Het zijn eigenlijk redelijk harde woorden, hè, dat is van Guy. Ja, dat is de ware kwest meestal, hè. De Zuid-Koreanen laten zich in de aanloopfase van dit WK niet veel zien. Ze leven teruggetrokken in hun hotel trainingsoord aan de oevers van het Gardameer. Gisteravond kwamen ze op verkenning in het stadion van Verona. Er werd een oefenwedstrijdje gespeeld tussen het eerste elftal en de invallers. De invallers haalden het met ruim doelpuntenverschil. De onzekerheid en zenuwachtigheid in de kern groeiden ze in de ogen. Erg leerrijk is zo'n oefensessie voor niet-Koreanen overigens niet, want zonder rugnummers zijn ze niet zo makkelijk herkenbaar. Ondanks de sfeer van geheimdoenerij en mysterie die om deze Aziatische ploeg hangt, was hoofdcoach Lee Woo-taik toch zo vriendelijk om na de training gesprek met tolk toe te staan. What are the chances of the Korean team in this group? I 조에서 한국의 찬스를 어떻게 보십니까? 참 어려운 질문인데. 매우 힘들 거로 알고 있지만은 우리가 그동안 참 그 착실한 훈련을 쌓아왔기 때문에 우리도 이 조에서 우리가 그 행운이 우리에게도 돌아올 수 있을 것이다.
Het organisatiecomité van het wereldkampioenschap meldde ons vanmiddag dat er zich dit weekend zo'n 10.000 Belgen in Verona bevinden. Zoals u bekend is, is er in de mondiale steden op wedstrijddagen geen alcohol te koop. Gezien geen bier te krijgen in Italië. Italië ligt droog. School. Een en ander draagt ertoe bij dat er tot dusver geen supportersgeweld te melden valt vanuit Verona. De Belgische en Uruguayaanse tifosi gedragen zich naar voetbalnormen voorbeeldig. Sì, sì, tutto tranquillo, senza alcol, tutto bene. Kunnen Belgen zich zonder bier wel vermaken? Ergens wel en ergens niet, hè? Ja. De Hollanders is dan normaal dat die dat niet mogen, maar normaal is die wel, hè? Ja. Maar je maakt toch even veel plezier zonder eigenlijk? Droog, heel droog. Ja, ja. Dat is tegenvallig, tegenvallig. Maar we kunnen ons wel redden, hoor. We zijn zeer, zeer inventief in die dingen. Ik kan u melden dat Verona vandaag stormerhand door de Belgen is ingenomen. En u zal hier zien in het Bentegodi stadion dat het rood, geel en zwart duidelijk het overwicht heeft op het wit en blauw van Uruguay. We spelen vandaag tegen ongetwijfeld de meest getalenteerde ploeg in onze reeks Uruguay. En naar mijn gevoel, en ik ben niet alleen, één van de sterkste van het toernooi. Conditioneel zijn er zeker geen problemen, er zijn geen kwetsuren. Ik denk dat de concentratie zeer goed zit. Wij zijn er wel van bewust, en de spelers bijzonder, dat wij ons vandaag reeds zouden kunnen kwalificeren bij gelijkspel en zeker bij winst. En dat dat de wedstrijd van volgende donderdag tegen Spanje veel zou vergemakkelijken. Wil dat zeggen dat jullie niet echt voor de volle winst gaan, voor de volle buit? Wel, wij gaan wel voor de volle buit. Het zou veel te gevaarlijk zijn van alleen maar voor één punt te spelen, want dan gaat je u ingraven en dan komt er toch een doelpunt. Nee, wij gaan voor de volle buit. Wij hebben twee wedstrijden om dat te proberen. Dat gaan we vandaag eens doen. Keulemans, Verstappen met ruimte. Keulemans, dubbele pas. De Wolf, goeie paas, Kleister, en hij zit erin! Formidabel van Gitijs, dat de wistbare Kleisters moest opstellen. Fantastische aanval, we spelen een kwartier. En we hebben een kleine veiligheidsmarge. We mogen jubelen, het was mooi. De Wolf, hij scoort niet alleen, hij brengt de golen nog aan. Fantastische kopstoot van Leij. Als ik goed tel is dat al 4-0, maar dat zal wel niet zo zijn. Van de Koning. Ik wens de spelers, de trainer en de leiding van de nationale voetbalploeg van harte te feliciteren met de prachtige prestatie in de mondiaal. Getekend Boudewijn. Veel plezier, hè? Veel plezier. Veel plezier. Dag Jan. Allee, het is mooi geweest, hè? Meest paardig slot. Maar ja. En nu, vakantie? Ja, maandag ben ik weg. Frankrijk? En niet meer naar televisie kijken. Erik, je krijgt a posteriori de laatste prijs van Belg van de dag. Het was ongelooflijk wat je gisteren tegen de Engelsen hebt afgelopen, afgekegeld, afgevoetbald. Ja, van die dagen dat je de vermoeidheid niet voelt. Gisteren voelde ik gewoon dat ik nog een half uur had kunnen doorvoetballen. Dat zijn uitzonderingen. Maar ik voelde me gisteren echt lekker en ik had
Ja, ik voelde ook dat de Engelsen kapot waren. Ik zeg, jongens, kom op, als hier een elftal gaat winnen, dan zijn wij het. Want ze begonnen de laatste 10 minuten de bal gewoon aan elkaar te tikken en aan de keeper te tikken. Dus dan, ja, dat probeerde ik toch op mijn manier een schepje bovenop te doen. En dat heb ik wel gedaan, maar het heeft allemaal niet veel uitgehaald. Kraken, goertje maken met de buren voor de bruis. Mondia, pintje aan. La 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 la. De Rode Duivels in de Mondiale. En heeft Jan Keulemans meegekeken? Wel, dan weten we meteen dat voetbal-eden niet zo erg moeten worden genomen. Voor hun inbreng in de vormgeving graag ook een dankwoord aan de collega's van de Vlaamse kranten. Nog meer Mondiale-beelden met de groten uit de Mondiale dan volgende week in het jaaroverzicht. En nu motorengebrom of zelfs nog veel meer in het Sportpaleis van Antwerpen. Dat betekent de Hardcross, een tweedaagse competitie waarvan in het weekend al beelden zijn getoond. De bijdrage in deze sportavond komt uit de competitie van zondag, kwart en halve finales en natuurlijk de grote finale. Commentator is Mark van Lombeek.